Meer dan 50 Koninklijke Horeca Nederland afdelingen hebben besloten om op 17 januari 2021 weer open te gaan. En ook open te blijven. Dit voornemen lekte helaas eerder al uit en was toen nog slechts een optie die werd overwogen. Ze zijn het kotsbeu. Ja. En er is hoge nood. Hè? Dus het is niet alleen burgerlijk ongehoorzaam zijn om niks. Nee. Dus het is echt nood. En ja, het is begonnen met een rare uitspraak van meneer, onze minister De Jonge, die dus in het voorbijgaan, zomaar ergens in de Tweede Kamer tegen een journalist die iets anders vroeger riep van, en de horeca dan? Oh nee, die zijn gaan in januari nog niet open. Dus daar werd al vooruit geschoven en hij heeft heel veel pijn gedaan. Hij heeft echt heel veel, echt hartzeer. Ja. Dus van, ja, hoe kan dat nou toch? Dan komen daar de bewuste zondagen overheen in de Efteling, daar was het ook nog ANWB-dag. Ja, druk. Dus er konden over de kop lopen, mensen zitten op elkaar. En normaal gaan wij als horeca niet zeggen van ja, die mag dit wel en die mag dat wel. En zeggen wij van ja, ik moet naar zijn kijken en waarom mag horeca niet open? Maar dat was steeds onduidelijker. Er wordt geen echt goede reden gegeven om. Zijn wij een groter besmettingsgevaar? We hebben vorig jaar bewezen in die tijd dat we gedeeltelijk open mochten. Hè? Dus met die, zoals je hier nou het trasel ziet. Ja. Dat is al voor elkaar met de gemeente, die vergunningen zijn er. Dat kan open, dat kan een winterterras worden. Dat is dadelijk mooi dicht. En natuurlijk in de winter op het terras zitten dan weer in de zomer schilderen. Maar dan kunnen die mensen wel... Willen ook iets, denk ik. Mensen willen ook ja, weer maar dan kunnen weer mensen ontvangen. Dan kunnen mensen hebben behoefte aan sociale contact. En een lekker biertje drinken in een sfeer van. En dat kleden ze dan wel mooi aan. Dus daar zitten wij op te wachten. En dus, maar is het nou ook daadwerkelijk een dreiging van we gaan open en we gaan toch niet open? Of ga je daadwerkelijk ook echt open? Als ze echt helemaal niks gedaan hebben, de 17e gaan we open. Ja. En we hadden eerst 50 gemeenten, dus wij gemeente Helmond. Hey, ik ben dan voorzitter Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Helmond. Maar ze heb je Eindhoven en ja. die vijf grote. Maar ze heb je natuurlijk ook Valkenswaard en Venlo en... Nou, heel Limburg kleurt al groen, als we zeggen, de mensen die het met ons eens is. Dus dat is helemaal vanaf Maastricht tot Venlo toe. Is het, dus er zijn onderhand voor 60, 70, ik geloof 80 gemeentes vanmorgen kwam er door. Ja. Maar dan krijg je straks dikke vette boetes om jou een boete te geven. Maar ze zijn, als we er in de onderhandelingen zitten en over praten samen, dan zijn ze zo ver van, ja, die boete die bestrijden we dan ook maar bij de rechter, want dan zijn we toch failliet. Dus dan zitten we toch in de strijd en we niks meer hebben. Dus de privé ook niet, want ze hebben het over de spaarboekjes van de kinderen. Zijn er aan. We hebben een tweede hypotheek op een huis gehad, ze moet ik ook uit. Dus dat zit gewoon heel hoog. En dat is niet bij iedereen zo, maar er zijn heel veel ondernemers die het echt heel erg zwaar hebben. Ja. En daarom deze eigenlijk rare actie. Want natuurlijk, je kunt niet tegen volksgezondheid in werk. Maar dan is het vreemde toch dat de algemene opinie van het publiek, die is vrij positief. Vanmorgen zijn er polls binnengekomen weer. Daar 60-70% van de mensen het in ieder geval begrijpt. En we hebben echt ook behoefte aan gewoon weer even naar buiten toe en even mensen te ontmoeten. Dat moet je niet onderschatten. Het sociale is ook heel belangrijk. Er is een enorm sociale behoefte aan. Ja. Om weer mensen te ontmoeten. En we hebben het netjes gespeeld. We hebben voordat die actie begon en er een pers. We hebben eerst de burgemeester, wethouders en de raad aangeschreven. Dat die actie eraan ging komen, wat ze er dan ook toen, weten we nog niet van vinden. In sommige gemeenten hebben ze al geregeld, zijn burgemeesters die er zelfs achter staan. Gewoon uit vol begrip hebben, anderen weer duidelijk niet. Nou, toen is die persverklaring eruit, die is ook naar de gemeente gegaan. Dus wij hopen, als het zover is, dat we eerst bij elkaar kunnen zitten weer. Ja. En kijken van, als jullie die eigenwijs gaan doen, ja, dan zit er wel dit en dat aan vast. Ik weet er niet wat. Ja. Dus die bespreking moeten we nog doen, maar het is... We hopen natuurlijk dat het niet nodig is.